Bambi schijf. Echt heel treurig trouwens, jongens, dat ik gewoon mijn tekstruider onder water ben verloren. Dat is echt een pro-tip naar jullie ook. Geen tekstruider onder water gebruiken. Doe het niet. Anders ben je net zo dom als ik. Ja, zeker. Ja, ik weet niet waarom ik dit aanval. Dit is van de Firemaster, zie ik nu. Ja, dit is een leeg hok. Het was zijn gewoon starterbase. Wat is er met al die masters, man? Oh, maar ik baal zo erg dat ik gewoon mijn Strider kwijt ben. Echt niet normaal. Is hier nog iets gebeurd trouwens? Ja, maar Bambi, mijn Strider is dood. Potverdomme. Potverdomme. Oké, wat is nu de snelste route terug naar Genesis? Want ik moet een nieuwe Strider hebben. Oh, dat kan zo lang duren om er een te vinden, hè. Ik moet een level sub 20 hebben, gewoon onder 20. En dan met een excavation rake. Oh, man. De eerste keer duurde dat wel even wat ik hier gevonden had. Oh, Bambi is ook gewoon neer. Oh. En hij stond te ver weg om te uploaden, want die haai hem dit in de weg duwde. Wat kut ook, man. Oh, dat was zo naar. Maar we hebben wel de organic polymer en dat was een deel van het doel. Oh, nee. Nee, ja. Ja, mooi. Mooie landing. Daar overheen springen als het even kan. Kom ze al aan, hoor. De gekkies. Oh, kut. En de wolven. Je ziet gewoon... De helft van de tijd zie je alle enemies gewoon niet. Oh, en ik sta vast. Fijn. Fijn. Weet je wat? Kill mijn shadow mee anders ook even. Oké, ik moet even mijn metertje vol hebben. Dan sloop ik ze even allemaal tegelijk. Het is weinig damage ook, jongen. Hier, dag. Dag, tot ziens. Heb een fijne dag, hè. Heb een fijne dag. Een hele fijne dag, jongens. Oei, oei, oei. Nou, even allemaal neer. Dankjewel. Oké. Wat is dit van zadel? Patchy saddle. Arc Creature, Shadow Main, doe maar even gewoon uploaden en traf de not server. Dan ga ik naar Genesis 3. Het is natuurlijk echt super spijtig dat we Bambi, hoe heet die nou? Nee, Bambi, dat we Bambi kwijt zijn, maar jongens, hebben we nog wel Flipper de kale rat, man. Flipper de kale rat. You're the real one, man. Oh, man. Oh, man. Ja, ik ga gewoon even wat mutagel pakken. De mutagen en mutagel vind ik echt de worst die ooit heeft bestaan, man. Oké. Mutagen kan terug. Ik heb denk ik helemaal niet meer zoveel mutagel. Oh, joh, zat. Laat maar. Zat. Gewoon zat, gek. Zat, zat. Zo. Oh ja, en in de tussentijd kunnen we eigenlijk doen waar we origineel mee bezig waren. En dat is turrets. Oh. Wacht. Nee, wacht. Oh, wacht. Oh, ik heb geen preserving bin hier. Ah. Aha, dat is wel handig om even te hebben. Dat is wel heel handig om even te hebben, hè? Zo. Hierin kunnen we natuurlijk alle poly opslaan. Poly. And poly. My name is Thomas. You shall be my. Thomas shall be poly. Als je dat kent, ben je echt een legend. Tegen dat je geen leven hebt, dat is ik. Perfect. Oké, dan moet ik hier even al mijn steen in doen. Ja, doe maar al de steen erin. Ja. Doe ik hier ook al de steen in. Ja, zo. En dan doe ik dat hier ook zo, ja. Ja. Craft! En craften! Oké, yes. That's great. En dan doen we hier dit in. En bada bing, bada boom. Mr. 305 in the room. I'm a hustler baby the way you move. And tonight is just me and you. Kijk, hij zit. Hij zit gewoon klaar. Nou, resources even opdelen. Uiteraard weer veel te veel metal. Ik vraag me af, want ik heb nog niet heel veel mensen echt actief rond zien rennen van... de goede kant van de map, maar misschien kunnen zij mij wel helpen gewoon met een Strider of zo. Dat zou stiekem perfect zijn, als ik heel eerlijk ben. Of in ieder geval als ze weten waar het is. Dat zou top zijn. Maar misschien kom ik wel iemand tegen. Ik wilde eigenlijk sowieso vandaag ook de dark side verkennen van de kaart. Kijken of ik daar wat enemies kon vinden. Maar ja, dat moet nog gebeuren, hè. Dat moet nog gebeuren. Alleen, ik weet niet wat nu prio is. Eigenlijk heeft een Stridertje wel prio, want als er daar weer een element biome is... Oeh, PTE. Over 150, dat is lekker. Levels vallen ze me sowieso niet tegen, hoor, op Gen 2. Kijk, daar hebben we het al. Textrider level 100, dat is echt veel te hoog. En je hebt geen excavation break, dat is wel ook heel jammer. Ja, op deze manier moeten we gewoon even Stridertjes zoeken, denk ik, jongens. Het scheelt wel dat ik nu gewoon een actieve space dolfijn heb. Dit ding wil wel, dit verkent de map redelijk snel, zeg maar. Sarko. Aha. Jij hebt... Oeh, bro, je hebt gewoon een excavation break. Nou, perfect. Fucking nice. Hodé. Wat goed. Oké, hoe werkt het nou ook alweer eens? Moet je mutagel gebruiken. Dan moet ik de juiste poot hebben. Oh, hier zitten wel wat vechtende dino's. Dan ga ik even op jou staan. Target top of the neck. Oké, en dan moest ik dit doen. En dan moest ik gewoon linker muisknop timen, toch? Nee. Ik deed het op de streepjes, niet op dat andere. Maar dit is wel chill. Dit is echt letterlijk de tweede Strider die ik tegenkom. Dus dat is... Ja, het kan niet idealer dan dit. Dit vind ik echt helemaal prima. Ik ben hier gewoon... ontzettend blij mee. Dit wordt gewoon Bambi 2. Maar ik moet eerst even wat kilometertjes maken. En 3, 2 en 1. Perfect. Gaan we. Als hij het doet. Dat was een gouden beam of een witte beam. Is dat mutagel niet trouwens? Oh, wacht. Daar zit mutagen. Dus moet ik wel even... Alright, we gaan doen. Pop. Doe het. Bam. Dus de laatste nog één hier. Oh ja, ik heb de moeder van Bambi opeens getemd. Wat gek, wat doe jij hier? Dat is zo vreemd. Oh mijn god. Ja, ik moet dit ding wel echt even levelen. Zijn er raptors om me heen? Waarom scant hij niks? Oh, daar hebben we het. Ik weet niet of ik daarvan XP krijg, als ik heel eerlijk ben. Ik krijg wel iets van XP. Oké, is dat een... Nee, het is meer een gele drop trouwens. Het is niet de witte. Kijk wat erin zit. Flipper de kale rat. Dan moet je het levelen. Oh, damn. Het stond er ook echt veel voor besjes, jongen. Oké, Flipper de kale rat. Kom met me mee. Zo. Oh, perfect. Goede hoogte. Nou, dit wil toch iedere man hebben? En dan check lightje. Nice. Oh, dee. Oké, maar we hebben in ieder geval het Strider-probleem weer opgelost. Het was wel echt heel akelig hoe dat fout ging. But you live and you learn, broeders. You live and you learn. Vaarwel, moeder van Bambi. Nou ja, aan de andere kant, ik wil sowieso dus even naar de Red Zone. Om te kijken wat daar dus gaande is. Kijken of ik al wat vast mensen kan sporen. Oh, hallo. Een 135 Strider. Wat is dit? Silicate. Silicate? Wat de fuck is dat? Waarom ken ik dat niet? Wat is Silicate? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Silicate Arc. Oh, is dit komt van Extinction origineel? Waar wordt het voor gebruikt? Like Silica Pearl, Silicate is an ingredient for the following. Oh, is zo'n Silica Pearl? Oh, oké. Alright, wat gaan we eerst doen? Turrets maken of naar... de Red Zone! We gaan maar even naar de Red Zone. Hallo, het is ik. Welke biome kijken we naar? Oh, ja, kijk hoeveel Astrodelphys zie je weer. Oh, 140 female. 22, 23. Pff, oxygenstad. Waarom? Waarom heb je überhaupt oxygen? Oké, waar kijken we naar? Dit is weer metal en obsidian, man. Dit is een beetje dezelfde shit, zeg maar. Voor 45 Voidworm, die kan ik tamen. Maar gaan we dus mooi niet doen. But what we can do... Oh nee, I booped too hard. Vaarwel, mijn jonge vriend. Vaarwel. Maximale damage op je nek, hoppa. Wat cool. Hey, maar ik ben wel blij dat we meerdere Voidworms op dit moment zien. Ik had een level 190 kunnen hebben, maar ik ben tevreden met mijn level 170. Maar als wij een 190 zien, dan moet ik dus wel klaar zijn. En daarvoor moet ik dus wel even als een Mew... Zag jullie dat ook? Leg hier nou red gems, jongen? Oh, wat gek. Oh, huh? Oké. Ik weet niet wat ik wilde zeggen. Oh ja, als de Muta-Gen-ding hier is, dan moeten we daar uiteraard even gebruik van maken. Gewoon doen. Ik ben ook dit benieuwd naar die op females. 2022. Ah, die is ook al matige stads, man. Toet, toet. Toet, toet. Auw. Oké, daar zijn we dan, jongens. The dark side. Ik ben bang dat ik door de snelheid van de dolfijn, zeg maar, dadelijk opeens turrets in vlieg of zo. Nee. Daar was ik ook een klein beetje bang voor, gaan niet liegen. Hoe is het met mijn armor überhaupt? Oeh, mijn armor is echt zo trash. Ja, mijn legs zijn gewoon een beetje kapot. Oké. Ja. Ik moet eigenlijk gewoon heel steady gaan vliegen, man. Ik moet het vooral op tijd zien, want mijn dolfijn die heeft 3200 HP ook maar, hè. Dat is zeg maar heel snel weggevaagd. Als ik in heavy turret range kom, dan is er zeg maar heel snel niks meer van over. Tread carefully. Very carefully. Een witte vlag, die kan ik vast plaatsen dat ik me opgeef. Dat ik me opgeef voor Idols. Hollands Next Top Model. En dat andere zangprogramma. Dit vind ik zo sus. Ik wil eigenlijk nog kijken of de mutagen is. Of zou ik kunnen doen. Nah, dat heb ik nu niet nodig op dit moment. Kun je de beam veranderen van je... Star... Destroyer? Nee, wacht, de Star Wars. Starring Saddle? Ik denk dat wel, toch? Als je hem paint misschien. Ik durf niet te laag te vliegen, want ik zie het wel gewoon weer gebeuren dat er daar opeens een zieke basis staat of zo. Drop! Oh, wat gebeurt hier? Spinnen. Ik weet niet wat er nu gebeurt, maar we accepteren het maar gewoon als een feit. Oh, hier zit iets. De Witchmaster. Ik bedoel, sorry, het spijt me. De Witchmaster! Oh, Forestmaster, what the fuck? Is die me gezien? Ik neem aan van wel, want het is een fucking dolfijn. Ja, die heeft me gezien. Oh, damn, dat deed best wel damage. Combat, bitch! Ja, hier! Als er vijanden zijn. Yo, what the fuck? Zieke luchtcombat, jongen. Oh ja, maar je kan niet vluchten voor dit. You can't run! Man, I can't aim. Zo, ik hoop dat hij me niet net. Oh, het is best lastig te hitten als hij zo dichtbij is. Oh, hij is bijna neer. Ik zie hem niet meer. Nauwelijks. Nog 2 hits. Oh nee, nou ben ik hem kwijt. Toch niet. Oké, nu ben ik hem... Aha. Ik zie hem niet! Kut! Moet ik 2 hits? Zit die onder de waterval? Nee! Ik heb bijna de Forestmaster gekillt. Helmet visor aan. Ik zie hem echt niet. Kut! Waar is die heen? Ik moet sowieso even... Extra element erin. Ah, kom op, man! Het fucking framerate, man. Even lokken op. 65. Oh, ik zag op een gegeven moment... Het stuiterde het gewoon. Kon ik niet meer volgen. Hij kan niet hoog zijn. Oké, hier ben ik hem kwijtgeraakt. Het meest tactische zou zijn naar beneden vallen. Maar ik denk dat je dat juist niet zou doen in zo'n situatie. Als ik heel eerlijk ben. Dus ik denk eigenlijk dat hij daar omhoog is gevlogen. Hoor ik hier een jetpack? I don't know, man. I don't know. Ja, die combat is best wel lastig te doen, want... het hapert soms nogal, zeg maar. En je bent zo klein en alles springt op en neer met die stomme jetpacks. Wow, die heeft echt geluk dat hij weg is gekomen. Dat stukje daaronder, die richel... met de snelheid kon ik hem niet aimen. Je kan niet schieten op deze manier, zeg maar. Dan ga je bijten. Als dat kon, dan had ik hem echt easy. Maar waar is hij naartoe? Dat is meer de vraag. Want dat was niet zijn basis. Die basis was van de Witchmaster. Hij is de Forestmaster. Maar wat is de Witchmaster dan? En wat heeft dit allemaal te maken met de Craftmaster? Is ook een Mountainmaster? Dat had ik meteen mijn helm aan moeten zetten. Dan had ik hem misschien kunnen bijhouden. Ik hoor hier dat het wel een geluid. Maar ik weet niet of het een waterval is. Ik denk het niet. Het leek echt alsof hij ontsnapte in de waterval, maar... ik moet ook even al die kleine vlekjes van mijn beeldscherm afhalen. Want soms denk ik dat het een enemy is. Maar dan is het gewoon vuilnis. Gewoon trash. Nou, nu is hij scherp natuurlijk. Ah, man. Ik moest echt nog 2 hits daar, hè. 2. Had de Ark maar gewoon wel 144 fps. Bro, dat geluid. Ah, man. Ik hoorde het. Ik hoorde het. You can't fool me. Ja, je runt een Jenny of zo. Ik heb ook niet heel veel elementen bij op dit moment. Want ik heb nog maar 2 in mijn inventory en 2 in mijn dolfijn. Doet dit damage trouwens op? Nee, doet geen damage. Jammer dat je niet stationair kan vliegen met dit zadel. Nee, oké, dit doet geen damage op. Ik dacht dat dit een Tapajara kan overnemen, maar doet ze niet. Het is niet dezelfde attack damage. Wat is dat? Featherlight. Hoeveel shards heb ik bij me? Waar zijn die mieren nou opeens heen? Het zijn large metal walls, man. Zijn er ook ergens kleine walls? Large metal wall, large metal wall, large metal wall. Ja, ik heb die ene wel gedamaged, maar... oké, we blijven dat maar volhouden. Gaat net. Alright, check. Reload. Daar is iemand. Of is dat een storm? Oké, dat was mijn element. Of mijn tech helmet doet nu even niks meer. Pom, mijn hartje in mijn keel. We gaan even... wat hoor ik de hele tijd? Is dat gewoon een storm? Nee, 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 nee. Waarom doe jij zo? Dit wil je altijd doen. Ik wist dat je weg ging vliegen, gast. Ik ga dadelijk dood, de Ark. Puur omdat dit ding weg wil vliegen. Let maar op. Blijf gewoon even wie je bent, man. Oeh, turret? Oh, daarboven. Oké. Ik val wel een beetje op met mijn dolfijn buiten de deuren. Maar het was wel een matige turretfire, man. Dit valt echt easy te runnen. Velo... daar wat heavies. Zou de mainbase daarachter zijn? Ik zie daar wat tech walls. Even een andere enkel. Oh mijn god. Wauw, die range, gast. Holy shit, die range. Wow, die range. Ah, dat is... ja, dat is zuur. Nee, mijn kale rat zit er nog, man. Misschien moet ik überhaupt weer even in de rain mindset komen. Want ik zit er gewoon echt niet meer in sinds het ziekenhuis helemaal. Laten we voortaan even sleeping bags meenemen. Voor als ik weer zo'n dingen ga poelen. Ah, oké. Nou, Rudy Wing, kom even met me mee. Ik wil ook al mijn worm meenemen, maar... oh, wacht. Laat ik ook even een grapple meenemen. Oké, laten we even snel mijn body gaan saven. Ik denk dat dit wel een interessant doelwit kan zijn om te pakken. We hebben nu alleen het probleem dat de island er het soort van uit ligt. Dus ik kan niet bij mijn hele... breed en een raid stash. Ik wil natuurlijk ook mijn 72 HP Stego even doorpakken. En die ook gewoon even clonable maken, noem maar op. Ik kan nog wel een Fjordur volgens mij. Daar heb ik 2 of 3 Heidi's staan, dus die kan ik eventueel nog wel pakken. Zo chill trouwens dat ik vanuit mijn basis gewoon in 1 stuk door kan vliegen. Echt super nice. Dat is echt heel erg nice. Oh, nou ben ik mijn snelheid kwijt. Oké, ik moet nou in principe gewoon rechtdoor blijven vliegen. Even kijken, volgens de map was het... daar? Ik dacht dat ik heel ergens anders was op de map, heel eerlijk gezegd. Ik was blijkbaar aan de rand. Was ik aan de rand? Ik twijfel nu of het kruisje wel klopte. Ik wist dat ik een beetje in het midden was. Ik kan me niet voorstellen dat ik hier was. Nee, totaal niet, man. Wacht, ben ik zo blind of? Er zat er veel meer rond die middenshaft. Die naar het zuiden. Oh ja, wacht, misschien kan dat. Daar zat ik volgens mij, ja. Er zijn geen eens echt van die gekke tekststructures. Dus het moet wel hier zijn geweest. Ja, dat was het. Even heel snel, maar voorzichtig mijn armen pakken. Kom even hier. Hallo? Oh, thanks. Oké, snel. Jij, cryo in. Yeehaw! Heel even safe staan. Oké, dat gebeurde even allemaal achter elkaar. Mijn armor is nog redelijk intact, gelukkig. Ja, het is wel een beetje kapot. Petit peu, little bit broken, yes. Waar zijn mijn schoenen eigenlijk? Die zijn stuk. Oh ja, maar dit is dan een prima raid target, jongens. Heel misschien kan ik... ja, het is wel hoog, maar heel misschien kan ik dit runnen met een prima shadow... ja, alles zit wel een beetje stuk, man, op de island. Eigenlijk. 44.09. Dat is de witch... oh mijn god, laat me niet zo schrikken, kreng. Oh. 4410 dan. Oké, check. We hebben een master gevonden. Alleen de Forestmaster is hierbij. Dus die zitten sowieso allemaal onder een hoedje. Ik kan met ja, maar Gertje is niet echt een goede shadow mee. Maar ik dacht, anders kan ik mijn Gertje er even in. Ik kan ook mijn rock golem clones even daarin. Wow, yo, what the fuck. Dit gebied is wel echt akelig, man. Ik denk dat ik hier gewoon weg moet. Ja, we gaan hier weg. Dat is mooi geweest. Ik heb het gemarkeerd. Oh, wat gebeurt hier? Hoe werken die raketten trouwens? Oh, wacht. Die granaten. Dat is de truc. Yo, bro, ik wil gewoon even de map openen. Hè. Pak die linksboven. Oké. We zijn weer aan onze kant. Man, het werd even spannend. Ik dacht even dat ik wat kwijt ging raken, maar ik had die turret range even onderschat. Kan gebeuren. We hebben nu wel in ieder geval een nieuwe locatie op de map van de Witchmaster. En die zouden we eventueel kunnen pakken, maar ik weet nog niet of Jamie op Fjordur bezig is. Die keihard aan het voordeuren is. Dat zou zomaar kunnen. Maar ik kan het even overleggen met hem. Morgen. En dan kan ik even kijken wat ik dan buiten de island wel bij elkaar kan sprokkelen. Maar dat... Wat is dit? Oh, Joost, what the fuck? Hey... Rudy, heb je ook een stukje flyer? What the fuck? Oké, nou ja, morgen meer.